Ben van Tilburg is uh, aangeschoven met het uh, autonieuws deze week. Uh, ben, uh, goedemorgen. 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 Uh, elektrische rijders die proberen te ontkomen aan de hogere bijtelling, want dat zit er weer aan te komen. Ja, nou, pas geleden is natuurlijk uh, voor 14 dagen terug het klimaatakkoord uh, gepresenteerd. En ook de, de autobrief, zeg maar, is uh, eigenlijk nu opengebroken. Want ondanks de doelstelling is het CO2 verlagen in Nederland in 2030 met 49 procent. En ze zouden het elektrisch rijden stimuleren en alles mee, het blijkt. Dus bakken met geld gekost hebben. Dus ze gaan nu toch het, die bijtellingsregels wel aanscherpen. Het is eigenlijk te populair geworden. Het is te populair. Het kost bakken met geld. En... Maar daar was het toch ook voor bedoeld? Ja, maar ja, goed. Ja, die L, de, de, de stekkerauto's die moeten er toch komen. Die moeten toch de. de, ja, de dat de doen we een keertje wat we willen. Ja. En dan is het, uh, het te veel dat, ja, uh, dat goed, we doen. Uh, schijnbaar is het. Hè, het is eigenlijk een beetje gekomen, natuurlijk, met al die, die, uh, met al die Tesla's die uh, ja, voor 0% bijtelling gingen rijden. En weet ik wat allemaal. Dat heeft echt bakken met geld gekost. Maar goed, nu gaan ze dus. Uh, vorig jaar was het nog zo dat je nog tot 50.000. Uh, uh, eigenlijk onbeperkt. Eigenlijk kon voor 4% bijtelling kon rijden. En nu is het tot 50%. En daarboven betaal je dus gewoon 22%. Ja, en dat gaat verder terug ook, hè? Het gaat verder terug. Dus, uh, vanaf 2020 ga je dus al naar. Uh... Straks naar 8% bijtelling toe. Hè? En, Precies uh, volgend jaar. En daarom willen de mensen de auto nu hebben. Maar die hebben hem al besteld. Ja. En die komt volgend jaar binnen. En zeggen ze: ja. nee, laten we hem dit jaar maar leveren. Want anders dan gaat het te veel geld kosten. Ja. Maar hoe zit het? Is daar geen trucje op te vinden. dat je hem wel dit jaar op kenteken zou kunnen zetten, betalen. Weet je, en uh, Dat soort dingen? Ja, maar goed, de auto moet wel er fysiek moet er wel zijn. zeg maar om dat te kunnen doen. Ja, hè? Dus, ja maar met een, uh, een nieuw type is dat uh, moeilijk. dat hij er dan nog niet is. Nou, het probleem is, hè, je hebt bijvoorbeeld een veel verkochte elektrische auto, de Hyundai Kona en de Kia e-Niro, ja. die zijn zo waanzinnig populair. Er wordt op dit moment, zie je wel eens op internet, worden er demo-auto's al boven de catalogusprijs verkocht. Ja, anders moeten de mensen gewoon heel lang wachten. Maar als ik hem nu bestel, ja. ik, kom, nou. ik kom nu bij een garage en ik zeg, nou, ik wil die, 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 die elektrische auto, wil ik wel hebben. Ja. Wanneer kun je me leveren? Wat krijg ik dan te horen? Nou ja, in het slechtste geval, hè, zoals bij Kia, e-Niro, is het uh, al eind 2020 en sommigen fluisteren al 2021. Maar en dan goed, zit je dus ook al in twee maatregelen verder, zeg maar. Ja, plus 2024 uh, is de vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting. Die houdt dan ook op. Dus eigenlijk uh, vervallen er al heel veel voordelen om dat nog te doen. Dus ja, het is een beetje dubbel allemaal. He, ze Denk gaan je ook de... niet dat heel veel mensen nu zullen zeggen... hou hem eigenlijk maar. Als het zo lang gaat duren, dan, dan heeft het voor mij straks geen voordeel meer. Nee, klopt. En He, je weet uh... niet wat er aan zit te komen. Voor ja. geld hebben ze een... Uh... Een gasveld uh, gevonden in uh, Obi-Duby. Uh, waardoor, uh, waardoor de benzineprijs uh, 36 uh, ja? cent gaat worden. Nou, dat zou nog inderdaad uh, extreme, een extreem voorbeeld Maar het zou wel kunnen. Maar ja. goed. Plus het feit, er worden op dit moment zoveel elektrische auto's al ontwikkeld. Er komen steeds leukere modellen. Dus het kan ook wel zijn dat je zegt van... joh, weet je wat, uh, uh, we wachten wel eventjes. Heb jij nog zo'n gek duur ding uit 2019? <laughs> ja, 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 precies. Ja, precies. Ja. Nee, dus dat klopt. Maar goed, uh, gisteren was wel op het journaal bij, uh, bij RTL eventjes uh, wat mazen in de wet. Als jij dus ergens tweedehands uit het buitenland... een september 2018 elektrische auto, die heeft dezelfde voordelen. Het gaat om de... Datum, eerste toelating. Ja. En er worden zelfs kamervragen nu over gesteld. Hey, hoe kan dat nou, jongens? Uh, eh, iedereen zit te wachten op die auto's. En uh, nou ja, goed. Uh, wij leveren, we hebben afgelopen weken we er ook wel eentje afgeleverd op die manier. En uh, het kan wel. Ja. En je moet even de weg weten. Dat is volledig legaal. Dat is volledig legaal. Maar weten ze ja. dat in het buitenland ook niet? Dat die prijzen daardoor ook uh, sky high gaan? Jawel. Dus, uh, kijk, in de nu Londen kan het uh, nog over een maand niet meer. Nee. Kijk, er zijn altijd mensen die hebben rauw kopen. Hè? Dus dan koop je een elektrische auto in Oostenrijk of weet ik voor wat. En dan blijkt dat in de bergen toch wat minder aksjörarius heeft dan gepland. En dan ruil je hem erin. Maar dat zijn voor de Nederlandse markt hele interessante auto's. Ja. En dat, uh, we noemen dat grijze import, parallel import. Uh, goede investering. Het, ik mag het hardop zeggen, wij doen het zelf ook. Het is een hele goede investering. ja. Want je kan mensen dus direct bedienen. Oké, okay, dan het is nu het is nu juni. Je praat over auto's van bijvoorbeeld september, oktober vorig jaar. Ja, dan heb je een half jaartje minder het voordeel. Ja, maar goed, lijkt lekker belangrijk. Ja, je ja, ja. klopt. Dus je klauwen om geld per maand. We gaan even door, want uh, we hebben het over het milieu, kli klimaatakkoord uh, zien we al achter jou staan. Um... Ik wil, ik wil eventjes naar die, uh, naar, die, uh, naar die stoomboten, hoe heet dat ding? Uh, Zo'n uh, cruiseschip? Zo cruiseschip, ja. Want oh ja. Uh, ja, die, stoten, die stoten wat meer uit dan gemiddelde auto's, hè? Want dat is misschien een goed probleem bij het klimaatakkoord. Nou ja, Amsterdam die gaat die, die cruiseschepen wel eens nu ook wat gaan weren. Want het is, uh, ja, het is natuurlijk waanzinnig wat die, wat die dingen uitstoten. He, als je de, bijvoorbeeld de vloot van het bedrijf Carnival... die heeft 47 van die cruiseboten, die stoten gezamenlijk... Tien keer zoveel zwavel en dergelijke uit als, uh, als alle 260 miljoen auto's in Europa. Daar hoor je nog niemand over? Daar hoor je helemaal niemand over. Ik begrijp dat totaal niet. Die, die haal je toch gewoon van, van, wat heeft dat voor zin? Jongens, haal ze van het water af. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook heel wat. Hè. De, 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 zover zijn we er ook nog niet, wat dat betreft. Maar het is wel eens een keer goed om dit een keer te belichten. Want ja. eh, het bedrijf is al een paar keer aangepakt voor uh, illegale olielozingen, illegale plasticlozingen in zee en weet ik wat allemaal. Ja, schijnbaar kan daar alles. Maar ja, dit kan ook niet zo eeuwig doorgaan. Want ik bedoel, wij proberen met z'n allen uh, er goed mee bezig te zijn. Elektrisch rijden stimuleren. Hè. Ook voor particulieren willen we mm -hmm. nu ook een aanschaf. Subsidie, dat mensen toch ook tweedehands. De particulieren wat, ja. wat meer mee bezig gaan. Maar ja, als dit soort grote schepen zoveel uitstoten, jongens, dan. Uh... Ja, waar doen ja, we het dan voor? Waar doen we het dan voor? Ja. Over grote schepen gesproken, een slagschip. Uh, BMW heeft weer een nieuwe? Hè? Ja, de X6. Het is helemaal over de top, vind ik zelf. Uh, ja, dat is geen boodschappenwagentje meer. Dat is geen boodschappenwagentje meer. In 2008 is hij op de markt gekomen en uh, nu is hij dus compleet vernieuwd. En uh, na nou het eerste wat voor de kijkers thuis opvalt, is die gigantische verlichte nieren. Dat zijn LEDs. Die op het moment dat je dus de auto opent op afstand, gaan gelijk die LEDs branden. Je kan ze ook tijdens het rijden laten branden. Is die elektrisch? En het mag. Nee, die is niet elektrisch. gaat ook niet elektrisch komen, nee, voor mij nog. 1 op 2 of zoiets. Ja, de, 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 de dikste motoren beginnen geloof ik bij 250 pk. En het is uh, nou ja, aan de andere kant, we hebben het vorige week ook behandeld. Er zijn nog mensen die nu nog één keer zo'n dikke auto willen kopen onder de ja. noemer. Nu kan het nog. Nou ja, nu ziet hij ook iedereen je met recht van verre aankomen. Ja, maar het is ook echt uh, 1000 euro per pk, zo'n beetje. Ja, dit is, uh, de prijzen zijn nog niet bekend. In december komt die uit, maar uh, het zal wat nodige kosten. Ben van Tilburg met, uh, met het autonews. Uh, waar, waar wil je uh, mee verder gaan eigenlijk? Oh, die laden. Je auto laden wordt uh, net zo makkelijk oh, ja. als je telefoon uh, laden. Ja, uh, staatssecretaris uh, Stientje van Veldhoven, die heeft nu uh, geïnitieerd. Dat, want, he, we hadden het net over die elektrische auto's allemaal. En ook als de particulieren straks dus gestimuleerd gaan worden om een uh, gebruikte elektrische te kopen. Middels een uh, bepaalde aanschafssubsidie. Maar waar moet je dan? Als jij in een appartement woont. Uh -huh. Er zijn een miljoen appartementen in Nederland. Waar laden. moet je dan uh, je auto laden? Nou, uh, we zien hier uh, een parkeergarage met allemaal laadpalen. Een zogenaamd laadplein noemen ze dat al. Uh -huh. He, maar Sintje van Veldhoven heeft nu een uh, geld uitgetrokken, dan kunnen uh, verenigingen van woning-eigenaren tegen een heel laag rentetarief. Kunnen ze gewoon ei hun eigen laadplein aan laten leggen in een, in een parkeergarage. Zodat iedereen gewoon zijn. Uh, want als je dat nu. Zelf moet betalen bij je eigen appartement. Ja, dat is niet te doen. Ik wil nee, uh, nee. kabels heen trekken en weet ik wat allemaal. Ja. En, uh, en ik denk ook in zo'n parkeergarage ergens ondergronds dat het nog duurder is dan ja. gewoon bij jou aan de voordeur. Ja, want de voorzieningen Vandaag. zijn er gewoon niet. Dus nu gaat uh, Stientje van Veldhoven heeft nu het plan opgevat van hé, hey, we gaan daar uh, geld voor vrijmaken dat mensen toch hun, uh, hun eigen laad... Ze wil eigenlijk hebben dat het. We zeiden het net al. Net zo makkelijk als het laden van de telefoon. Je komt thuis, klikt die auto aan. Net als je telefoon. Als je gaat slapen, laad je hem weer op. Nou, auto ook. S'avonds in die garage opladen. En daar moet geld voor komen. En dus verenigingen van. Een vereniging. Eigenaren. De eigenaren van die woningen, appartementen en dergelijke, die kunnen straks gewoon. Een subsidiepot. Ja, een aanvragen. subsidiepot is er straks. En dan kun je, dat moet wel terugbetaald worden, maar heel laag rentetarief. Dus eigenlijk moet je dat gewoon doen. Ja, ja dat, is heel, dat is heel verstandig. Um, ja, ja, er zijn natuurlijk heel veel flats en zo waar mensen ook een elektrische auto willen rijden, waar, waar, dat, waar, die, waar die mogelijkheid gewoon niet is. Nee, nou, ook die kunnen daar straks dus uit, uit die pot kunnen ze, maar dan moeten ze wel even de koppen bij elkaar steken. Van jongens, wie gaan er allemaal meedoen? En dan, dan kan het gerealiseerd worden. Maar waar je ja. eigenlijk bent, want aan de ene kant willen ze dit soort dingen stimuleren, aan de andere kant het is het straks onbetaalbaar om een, om een stekkerauto te rijden. Ja. Ja is allemaal een beetje een korte termijnpositie. We zometeen meteen wel overal laadpalen, maar dan wil niemand meer een elektrische auto hebben. Ja, inderdaad. Als je straks dus vanaf 2024 weer de volledige BPM hè, over de elektrische auto moet gaan betalen. Ja, dat ding kost nu bij wijze van spreken een halve ton. Wat kost die ja. BPM eroverheen? Wat kost die dan? Maar ja, goed, uh, ja, we gaan het allemaal nou, zien. Okay. Um, ik, ik weet dat er nog, vroeger vond ik altijd zo'n bordje in de bus, vond ik altijd mooi. Niet naast de chauffeur staan. Nee, ja, dat klopt. Maar dus nog niet, niet naast de chauffeur liggen. Of nee. praten. Praten ja. met de chauffeur, dat, ja. dat mag ook niet. Dat nee. mag allemaal nee. niet. Nou, in dit nee. geval gaat, uh, gaat de, de, de passagiers. Oh, is een hele niet, uh, andere manier van leren. Ja, ja, ja. Nee, dat is, uh, de, de Koninklijke Beuk is hè, het Nederlandse touringcarbedrijf. Die heeft ja. in uh, samenwerking met uh, de Belgische busbouwer Van Hol. Een zogenaamde, ja, het is een onybiedig woord, maar een -like bus ontwikkeld. Met 26 zitplaatsen en één lichtplaats. In België hebben ze dit al veel meer. Hè? Ja, ja. Dus, uh, maar in Nederland, uh, het is puur vraag en aanbod. Hè, want we zien natuurlijk. Uh, met een roustoet, verlichting aan, We krijgen allemaal keurige instructies. Maar je bent altijd wel afhankelijk van de rest van het verkeer. Klopt. Er zitten altijd, vergeef me het woord, maar ASO's tussen die het nodig vinden om te tuteren of de, de roustoet te onderbreken. En nu kun je dus als nabestaande ervoor kiezen om met deze bus, met z'n allen en dus met je dierbaren erin. Te gaan reizen naar de, van de aula naar de begraafplek of naar de aula toe. Ja. Uh, er zitten drie schermen in, waarop dus nog foto's vertoond kunnen worden en dat soort zaken. Mm -hmm. uh, en dan kun je toch het gezelschap bij elkaar houden. En, uh, en denk eens ook aan grote steden, waar parkeerproblemen toch een, uh, een legio zijn. Dat je met z'n allen in één bus zit en uh, nou ja, je, je raakt niemand kwijt in de stoet en dat soort zaken. Wat nog wel even belangrijk is, je als chauffeur ben je ook niet zomaar uh, gelijk aangenomen. Je moet uh, want het, uh, het rijden met zo'n uh, zo bus vereist gewoon heel veel uh, nou ja, bepaalde etiketten en gevoel en dat soort zaken. Ja. Dan Heeft moet je moet dus ook met, een... de, met de wet op de lijkbezorging allemaal te maken. Hè? Ook dat. Maar je krijgt op een gegeven moment, uh, je kan ook maar één keer examen doen. En er is geen her. Dus als jij afgewezen bent dat je gewoon, uh, er niet mee overweg kan, dan is het gewoon klaar. klaar. Dus, uh, nou ja, terecht. Ja. ja, en dat vind ik ook. In dit soort dingen uh, zit Maar goed, een uh, gat in de markt: het is vraag en aanbod. En uh, ze springen er dus uh, vanuit de Koninklijke Beuk handig op in. Ja, even wat anders. Uh, we gaan met z'n allen op, uh, op vakantie. De Caravans, de, de, de klapkarren, uh, die rijden over het algemeen op wat oudere banden. Ja, nou ja, je zegt mooi. De, de klapkarren. Nou ja, je wil niet weten wat er gebeurt. Als zo'n band klapt, inderdaad. Om ja. die uh, vouwwagens zal nog een keer meevallen, maar je kerven, ja, dan. Uh ja, die gaat gewoon over de kop of uh, die trekt alles mee. Er blijft ook helemaal niets van over van zijn kern. Nee, hè? is echt gewoon karton, zeg maar. maar Zo'n talenten zijn uh, in de lucht, hè? Je moet gewoon het achteruit rijden ja. En de kerf ja. ja. De race was spektakel, hoor. Nee, er blijft niks van over. Maar goed, nee. voor de mensen thuis die zien nou dit plaatje met uh, de, de letters D.O.T. Nou ja, daarachter staat feitelijk het bouwjaar van je band. He, dus je kan gewoon zien zelf thuis van, hé, hey, ze adviseren na vijf jaar om die banden te vervangen. En dan zou je zeggen, ja, maar dat is bij auto's toch niet zo? Nee. Maar een caravan staat vaak op die, uh, uh, op die camping ook. Ja, het staat in vaker stil dan dat het rijdt. En in de brandende zon, waardoor uitdroging, scheurtjes en dergelijke. En uh, ja, niemand wil op de rondweg bij Parijs met de uh, oude, oude caravanbanden rijden. Dus uh, advies, kijk even goed naar die codering op die banden en vervang ze. En hou er rekening mee, en dat is ook even in onze eigen belang... Ook de garagebedrijven, die jongens gaan op vakantie. Dus op het moment dat jij ja. nu besluit van: oh shit, ik moet nog nieuwe banden, zou dat ja, over nog? Kunnen? Maar Bente staat de staat DOT J3J9. Wat is die J3J9 dan? Weet ik niet. Dat zal ik even uit moeten zoeken. Dat ik, heb, ik weet dat het dat laatste cijfertje is dat is echt dat het bouwjaar. Is echt een bouwjaar. Zeg maar. 1001. Dat betekent? Oktober dat, 2001? Dat, ja, ja, klopt. Nou, die is behoorlijk ja. oud dan ook. Wel. Is, kan je daar een bekeuring voor krijgen? Voor oude banden? Uh, in principe niet, want uh, er zijn natuurlijk ook oude banden die uh, uh, waar geen scheurtjes en dergelijke in zitten. Ja, die hebben al wat banden goed zijn, ja. die binnengeleed. Uh, een ding wat amper gebruikt is. Nee, maar goed, als je een gladde band hebt krijg je een bekeuring. Maar als een band poreus of uh, uitgedroogd dan is... Dan wel. Ja, ja dat, dan sowieso, dan wel. Okay. dat sowieso. Ja. Uh, we hebben nog één aard uit, uh, uitsmijter. Jaguar en Land Rover, ja, die waren een paar, een paar maanden geleden, was er toch wel wat paniek. Hè? Want in China was de markt ingestort. Ze zijn heel erg gericht altijd geweest op diesel. Jaguar Land Rover, en met name de, de Land Rovers natuurlijk. Hè? Dus er vielen wel wat klappen links en rechts. Maar nu hebben ze gezegd, we gaan het roer omgooien. Vanaf 2020 willen we van elk model Land Rover een volledig elektrisch hebben. Nou, ze hebben natuurlijk een fantastische aftrap met de iPace, die is nu ook wereldwijd eigenlijk een soort auto ja. van het jaar geworden is. Dus, uh, ja, ja. Dus dat gaat ook gebeuren.